Dag straffe mannen en madammen. Welkom bij een nieuwe Nickelodeon Team Energy. Een programma dat nog strakker is dan te nauw ondergoed. Ik heb weer drie fenomenale kandidaten klaarstaan die een dag gaan doorbrengen met een sporter die zijn gelijke niet kent. En ze gaan zich een hele dag lang in het zweet werken. Maar ze moeten wel goed opletten, want op het einde is er de quiz en die zal bepalen wie de Team Energy trofee wint. Sporten doen jullie? Ik doe voetbal en tennis. Ja. Ik doe basket en turnen. En ik doe voetbal. Oké. En jullie zijn natuurlijk benieuwd welke topsporter jullie zo dadelijk gaan ontmoeten. Ja. Wel, het is een hele straffe madame. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Want als ze wilt, dan veegt ze met jullie al drie tegelijkertijd de vloer. Klinkt indrukwekkend, hè? Dus zet jullie schrap. Alles op alles zetten en vergeet niet om ondertussen ook goed op te letten. Want straks is er de quiz. Ga maar eens kijken en tot straks. Ja, tot straks. Hey, hallo. Ik ben Katrien Jaak en ik doe aan judo. Wie zijn jullie? Ik ben Joram. En ik ben Emiel. En ik ben Lennart. Hebben jullie al eens judo gedaan? Nee. Ik heb vroeger 2 jaar judo gedaan. 2 jaar? Ik niet. Jij nog niet? Nee. Hebben jullie mij al eens gezien? Kennen jullie mij? Op tv. Op tv. Ja, op tv. Maar nog nooit in het echt. Nee. Ik doe nu, denk ik, zo'n 22 jaar judo. Ik ben 2 keer naar de Olympische Spelen geweest. Ik ben ook een keer derde geworden op de wereldkampioenschappen. Ik ga nu proberen voor binnen 2 jaar, dus de Olympische Spelen van Londen, voor er nog een keer bij te zijn. En hebben jullie zin om een match te doen tegen elkaar ook, de judo? Ja. Wie gaat het sterkste zijn, denkt u? En je mag die nog niet laten doen op voorhand, hè? Maar hij heeft al eens judo gedaan, dus ja. Lennart, we gaan hem verslaan. Wat heel belangrijk is in judo, is een judopak. Weet er iemand hoe dat noemt, zoiets? Kimono. Ja, maar dat is niet helemaal juist. Een judopak noemt judo-gi eigenlijk. Dus gi komt van Japan ook. Dat betekent kledij. Neem maar. Deze is een beetje te groot. Weet er iemand het verschil tussen een blauw pak en een wit pak? Nee. Nee? Dus eigenlijk voor wedstrijd judoka. Dat is gewoon voor de scheidsrechter een beetje gemakkelijker te maken. Rechts staat altijd blauw. Als er een judoworp gebeurt en dat wordt uitgevoerd door degene met blauw pak, dan is dat veel gemakkelijker om te zien. Wat hebben we nog nodig? Een band. Jij wilt zwart. Ik denk dat dat mijn gordel is. Dan gaan we onder de 2 gordels door. Voilà. Dan zijn we er klaar voor, hè? Ga met mijn linkerhoek. Dat is eigenlijk de judoschool die nu aan het trainen is. Dus dat zijn de beste van Vlaanderen, België zelfs. Wat denkt u? Gaan we meedoen? Hier nog een verrassing. Dat is iets waar wij ook dikwijls met trainen eigenlijk. Hoeveel denkt u dat dat weegt? Ik denk zo'n 70 kilo. Ik denk dat het een 40 kilo is, 30, 40 kilo zoiets. Ik heb altijd tot min 70 kilo gevochten. Dus dat is nog een pakje zwaarder dan deze. Nu vecht ik min 78 kilo. Dus sinds januari. Ik ben precies aan het dansen. Wat we nu gaan doen, is eigenlijk al een klein beetje een wedstrijdje. Is ons been inhaken. Dus jij mag dat ook doen. Dan gaan we een beetje springen en proberen met elkaar te werpen. Ah ja, goeie. Je duwt niet, hè? Zal het duwen? Een beetje. Oh, jij pakt 2 benen tegelijkertijd. Wat gaan we nu doen? Een beenveeg.
Dus ik zet mijn stap schuin naar voor. En ik hou hier zijn been tegen met mijn voet. Kun je inbeelden dat je een heel groot stuur hebt. Dus hier, dat is mijn stuur. Van boven vast, beneden vast. En ik wil met mijn auto naar daar. En dan wil ik zo mijn stuur draaien. Ja, zo. Heel goed. In de judo is het zo dat als jij zo op je rug valt, dan zijn ze verloren. Dan hebben we een ippon tegen en dan is de wedstrijd gedaan. Als je toch iemand geworpen hebt en het is geen ippon, dan mogen we nog verder werken en proberen de ander in houtgreep te nemen. Dus dat wil zeggen, je partner omdraaien totdat je hem op zijn rug hebt en hem dan vasthouden. Klein bolletje draaien, voilà. Ja, ja, ja. Dus als je dat 25 seconden kunt houden zo, dan heb je ook een ippon. Zijn jullie klaar voor een matchje? Ja. Ja, ja, voilà. Hajime! Proberen 25 seconden te houden nu. Ippon, Hajime. Ippon. Ippon. Dag mannen. Leeft je nog? Ja. Katrien, hoe hebben ze het gedaan? Echt heel goed. Ze waren echt met alles heel snel weg. Dus talent. En hoe vonden jullie het? Ja, tof. Leuk. En ik hoorde iemand ippon roepen. Wat is dat precies? Als er iemand op zijn rug geworpen wordt, ja? Hij is ippon. Ik hoor het helemaal klaar voor de quiz. Ja. Kom maar mee. Jongens, jullie hebben vandaag keihard afgezien. Jullie in het zweet gewerkt, op de grond gelegen. En nu vraag ik van jullie nog een allerlaatste inspanning. Zijn jullie klaar voor de quiz? Ja, moet je daar een antwoord op geven? Gaat het lukken? Ja. Nee. Nee. Ik dacht het al. Ik zie wat twijfelachtige gezichten. Zet jullie hand maar aan de knop. Concentreren. Ik heb voor jullie 4 meerkeuzevragen. Goed voor elk 1 punt. En daarna volgt er nog een doe-opdracht en die telt voor 2 punten. Hier komt de eerste vraag. Hoe heet de kledij van iemand die groen? Een judogi. Inderdaad, dat klopt. Helemaal juist. Judogi, dat is de kledij van een judoka. Wij gaan over naar de volgende vraag. Welke medaille haalde Katrien groen? Brons. Dat klopt. Ik heb mijn vraag niet eens kunnen afmaken. De vraag was, welke medaille haalde Katrien op het WK in Cairo 2005? En hij was zo snel dat wij allemaal verbaasd staan te kijken. Maar inderdaad, brons was het juiste antwoord. Dat wil zeggen, Joran, dat jij al 2 punten hebt. Emiel? Nog geen punt. Lennart, ook nog geen punt. Kom aan, mannen. Laat jullie niet doen. Wij gaan over naar de derde vraag. Snel afdrukken, dat is de boodschap. In welke gewichtsklasse vecht rood? Min 78. Inderdaad, ik heb al min 70 gevochten en sinds dit jaar vecht ik min 78 kilogram. Jullie hebben echt waanzinnig goed opgelet. Het gaat hier zo snel. 2 punten voor groen, 1 punt voor rood. En het laatste punt, dat moet naar u gaan, hè? Ja. Ik heb voor jullie nog 1 vraag. Kom aan. Aan welke kant van de hoofd? Rechts. Wat was de vraag? De vraag was, aan welke kant van de hoofdscheidsrechter staat de blauwe judoka? Inderdaad, dat is de rechterkant. Joran, jij kan gewoon gedachten lezen. Of je hebt mij omgekocht? Gedachten lezen. Tweede. Eerste. Even een voorlopige tussenstand voor de doe-opdracht. 3 punten voor groen. Rood, 1 punt. Blauw, helaas geen punt. Maar ik heb nog 2 punten weg te geven bij de doe-opdracht. Dus alles op alles zetten. Voor jou gaat het nu nog tussen het brons en het zilver.
Hebben jullie nog energie over? Ja. Ja. Kom maar mee. Katrien, wat is de doe-opdracht? Wel, de doe-opdracht is om 10 keer deze pop hier te gooien, maar dan zo snel mogelijk. Zien jullie dat zitten? Ja. Over de schouder. Ik heb de chrono. En ik stel voor dat Katrien dat al eens voordoet. Hè. Dan hebben we zo een richttijd, hè, hoe het moet. 3, 2, 1, go! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop! Oh. Ja, mannen, dat is een indrukwekkende tijd. 37,60. Go! 2, kom aan. En 3, recht zetten. 5, 7, 9 en stop. Over de schouder, ja. En 2, 9, de allerlaatste. Heel goed. Mannen, jullie hebben alle drie heel goed gesmeten vandaag. Maar het toonbeeld van doorzettingsvermogen was toch wel... De bronzen medaille gaat naar... Blauwe Lennart. Dikke proficiat, man. Dan heb ik nu nog een zilveren en een gouden medaille weg te geven. Ik kan jullie al verklappen dat er een heel klein verschil was. Een verschil van... minder dan 5 seconden. De zilveren medaille gaat naar rood. Emiel met 47 seconden. Proficiat, Emiel. Alsjeblieft. Proficiat, Emiel. En dat wil natuurlijk zeggen dat deze gouden medaille en deze ongelooflijk coole Team Energy trofee helemaal voor jou is. Katrien, ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik vond het absoluut ook heel leuk en ik ben heel blij dat ik je judo heb mogen leren vandaag. Ik hoop dat jullie ook blijven sporten en dat jullie ook blijven kijken, want volgende keer zijn we er weer. En dan gaan wij op pad met... Dat zien jullie dan wel weer. Tot de volgende keer. Doei.